De Eindhovense Oscar Schindler wordt die genoemd, Jan Zwartendijk. In de Tweede Wereldoorlog redde hij de levens van duizenden Joden door ze valse visums te geven. In het Philips Museum is er een expositie over zijn actie. Nou, dit inktstel dat stond op het bureau van Jan Zwartendijk in Litouwen, in Kaunas, dus op het consulaat. En hiermee schreef hij dus, of althans met de inkt die erin zat, daar schreef hij de visa mee. Waarmee eigenlijk het leven werd gered van mensen die bij hem om hulp kwamen vragen. Jan Zwartendijk werkte voor Philips als vestigingsdirecteur in Litouwen, in Kaunas. Hij werd gevraagd om ook plaatsvervangend consul te zijn. En in die hoedanigheid kon hij de ruim 2300 visa uitschrijven. Nou, Jan Zwartendijk die liet een hele belangrijke zin weg. Namelijk dat er toestemming moest zijn voor zo'n visum van de gouverneur van Curaçao. Dat liet hij gewoon weg. Maar daarmee overtrad hij eigenlijk alle regels van het diplomatieke korps en van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus eigenlijk deed hij iets wat helemaal niet kon en niet mocht. Maar daarmee stelde hij wel zijn eigen leven in de waagschaal. Want als de Duitsers daarachter waren gekomen toen hij weer terug naar Nederland moest, ja, dan was hij ook in een concentratiekamp verdwenen. Duizenden mensen konden door Zwartendijk vluchten. Een barre tocht dwars door Rusland richting Japan. En van daaruit de vrijheid tegemoet. Maar Jan Zwartendijk heeft nooit geweten hoeveel mensen hij nu precies geholpen heeft. Tegen het einde van zijn leven is er een onderzoek, is ook zijn familie zich daar iets meer mee gaan bezighouden. En die hebben een rabbi aangeschreven die heeft uitgezocht hoeveel mensen nou het leven gered hadden. En dat heeft hij heel secuur gedaan. En daar zie je hier de brief van, waarin hij met allerlei getallen echt laat zien en aantoont hoeveel mensen hij gered heeft. Het trieste is alleen, en dat is heel erg jammer, is dat deze brief aankwam op de dag dat Jan Zwartendijk werd begraven. Postuum heeft Jan Zwartendijk de Yad Vashem-medaille gekregen en toenmalig president Bill Clinton heeft hem geëerd. De expo is tot en met 18 januari te bezoeken.